paarbeurt. Die loopt het gat naar die voorste twee paarden nu dicht. En dus wordt het toch nog wel een leuke eindstrijd als we hier afkomen op de laatste rechte lijn. En John de Leeuw met Hamilton Quick de leiding nog altijd in handen heeft. Maar op de tweede plaats komt hij nu uit de wind. Paard nummer 7, Heartbreaker. En die gaat een serieuze aanval plaatsen. Hamilton Quick gaat op de benen. Heel kort. John de Leeuw pakt hem weer op. Wat is dat toch knap dat het hem dat lukt, zeg. Was in galop, maar hij zet hem op tijd om hier uiteindelijk nog zijn klasse te laten zien. Hamilton Quick blijft uit de greep van Heartbreaker. En op de derde plaats Harmony Boko voor Going to the Run en Hindi Heikant. Vier man sterk heeft zich gebogen over de laatste rechte lijn. Het waren slechts 3 galopsprongen voor Hamilton Quick. En dus blijft dat de winnaar van de eerste koers. Hamilton Quick en John de Leeuw. Dan komt John met zijn Hamilton Quick hier rustig naartoe lopen. Dan gaan wij hem natuurlijk feliciteren. Deze driejarige zoon van Virgil Boca Josta, samen gefokt door Erwin Betschop. Ons eigen hond is van Stal PD. En getraind door Bas Kleebas en gereden door de man die de eerste paarden van Stal PD rijdt. John de Leeuw, die wint hier de openingsprijs. Krijgt de bloemen en John, die 3 stapjes. Wat gebeurde er? Want in de laatste rechte lijn, hij maakt dan toch even die galopstappen. Ja, je hebt daar bij die uitgang heb je net zo'n heuveltje, een verhogentje. En dan kom je op een gegeven moment een beetje in de diepe. En daar sprong die op. 3 sprongetjes. 3 sprongetjes, en je kon hem toch weer goed oppakken, want dat lukte wel? Ja, dat ging vrij snel, anders had ik natuurlijk uitgeschakeld geworden. En over de koers zelf, ik was start tot finish geleid. Hoe heeft hij hem boel geleerd? Ik heb heel veel geleerd, maar ik heb wel met handen en voeten moeten rijmen om op de been te houden, ja. Klopt. Want er wordt gezegd dat het een van de derbyhoop is van de stal. Dat kan je beamen? Nou ja, kijk, het paard moet zich eigenlijk nog in de koers gaan ontwikkelen. Maar het paard heeft talent genoeg, dus waarom zou dat niet kunnen? Gaan we dat in de komende koers allemaal bekijken, dames en heren. Allereerst mag er luid geapplaudisseerd worden van deze Hamilton Quick. Maakt hier in zijn allereerste koers ook direct een zegevierend debuut. En u was erbij, dames en heren, bij de openingsprijs in Groningen. En als hij aan u voorbij komt, geeft u hem een groot applaus. John de Leeuw en Hamilton Quick. ...50 meter. En de start is gevallen. We zien de galopade voor Veld en Jetset. We zagen voor de start een galopade van paard nummer 1 Euroknaller. En we zien een hele goede start aan de binnenzijde voor Hamilton Quick. Maar Hamilton Quick krijgt geen rust gegund. Want daar komt aan de buitenzijde de aanval van Heartbreaker. En achter deze paarden hebben we dan aan de binnenzijde. Je hebt ook een prima beginfase gekend. Will Steur met zijn GG. Maar maakt daar wel in het heetst van de strijd een galopade. Paarden komen zo dadelijk op weg naar de rechte lijn voor de tribune. Uitgeschakeld nummer 8, galop nummer 8. Hamilton Quick, die hier het veld op sleeptouw neemt, heeft een lengtevoorsprong op de tweede plaats. Is er dan aan de binnenzijde inderdaad die Heartbreaker. Achter Heartbreaker komen de overige paarden aansluiten onder aanvoering van Rob de Vlieger en zijn Harmony Boko. Achter Harmony Boko is er dan Going to the Run. En achter Going to the Run is er aansluiting voor Hindi Heikant. Hetgeen niet gezegd kan worden over de paarden die daarachter nog in de strijd zijn. We gaan af op de laatste ronde en 2 paarden hebben zich wat losgemaakt van het veld. Dat zijn enerzijds Hamilton Quick, de derbyhoop van Stal PD. En die heeft een 1,5 lengte voorsprong op Heartbreaker, paard nummer 7. Die met Ruud Pols als een schaduw erachteraan gaat. Op de derde plaats moet Rob de Vlieger de ondankbare taak op zich nemen om dat gat met die 2 voorste paarden dicht te lopen. Helpt daarmee Going to the Run, die vierde ligt. En aan de buitenzijde probeert Hindi Heikant wat plaatsen goed te maken. Maar dat valt nog niet mee, want vooraan is het Hamilton Quick die eigenlijk de deelnemer niet de kans geeft om hier eventjes makkelijk naar voren te rijden. Houdt het tempo onveranderd hoog, John de Leeuw. En die brengt het veld zo dadelijk dan ook de laatste bocht in. Maar gerust kan hij er nooit op zijn. Want als een schaduw erachter is het Heartbreaker met Ruud Pols in zijn debuut voor de stal van Appie Boscha. En die gaat kijken of er straks in die laatste rechte lijn wat te halen valt. De strijd voor plek 3 gaat momenteel tussen 2 paarden. En dat zijn Harmony Boko die op de voet wordt gevolgd door Going to the Run. Maar Harmony Boko op haar beurt die loopt het gat naar die voorste 2 paarden nu dicht. En dus wordt het toch nog wel een leuke eindstrijd als we hier afkomen op de laatste rechte lijn. En John de Leeuw met Hamilton Quick de leiding nog altijd in handen heeft. Maar op de tweede plaats komt hij nu uit de wind. Paard nummer 7, Heartbreaker. En die gaat een serieuze aanval plaatsen. Hamilton Quick gaat op de benen. Heel kort. John de Leeuw pakt hem weer op. Wat is dat toch knap dat het hem dat lukt, zeg. Was in galop, maar hij zet hem op tijd om hier uiteindelijk nog zijn klasse te laten zien. Hamilton Quick blijft uit de greep van Heartbreaker. En op de derde plaats Harmony Boko voor Going to the Run en Hindi Heikant. De 4 wint voor de 7 en derde wordt dan de 2. Een en ander is voorlopig.